We hebben allemaal gezien die wachtwoordcampagne. Is heel belangrijk. Ze zeggen, ja, we doen een aantal suggesties. Wie heeft er als wachtwoord nog password? Goed zo. Als je nou je vinger had opgestoken, had je doodgeschoten. Want dan ben je toch wel zo dom. Niet alleen dat je dan ook nog zo'n dom wachtwoord hebt, maar dat je dat dan ook nog in het publiek gaat zeggen. Maar dat is dus nummer één. Je verkeert een goed gezelschap in de Verenigde Staten, denk ik. Ja. Ja. Paswoord, maar dat is ook omdat die computers zijn ingesteld. Hè? Zo van, hier moet u uw paswoord invullen. En dan zeggen mensen ja. Sterker nog, ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt. En dat is ook wel eens een leuke anekdote voor jullie. Dan hadden ze de office manager, die stuurde een mailtje. To all. Dames en heren, het blijkt volgens de systeembeheerder dat nog steeds de helft van de mensen inlogt met password. Willen jullie dat AUB veranderen? Nou, je voelt hem al aankomen. Je kon dus willekeurig iedere computer pakken en hebben dus 50% kans dat je er meteen in kan. Ja, dan kun je leuke dingen doen natuurlijk. Nou, de volgende is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, die hebben we ook allemaal niet natuurlijk. Het stapje moeilijk is 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ABC, 1, 2, 3 en QWERTY natuurlijk, hè, omdat die toetsenbordcombinatie daar staat. Nou, wij doen dat hier natuurlijk niet. Hè? Nee. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen bij die OK's en bedrijven een wachtwoord veranderd hebben in password 1. Oh ja, dat is nog makkelijker, want dan kun je het tenminste onthouden. Ja. Dat gebeurt ook. Wat je dus ook kunt doen, is dit. Dat is wel handig, een password meter. Want hoe veilig is jouw password nou? Hè? Kijk, als je inderdaad 1, 2, 3, 5, 7, 8, dat is heel voor de hand liggend. Je moet er wat in variëren en al dat soort dingen. Dit is dus een website en dan kun je testen hoe veilig je wachtwoord is. Dus dat vul je in en dan krijg je dus een soort score. Dat is handig, toch? Ik denk het wel. Ja, vooral je wachtwoord invullen. Ik kan ook wel een site, dat natuurlijk hebben ze wel je wachtwoord, tenminste als je dat gaat gebruiken. Razend interessant, denk ik dan, voor die mensen. Goed. Goed. Jij trapt hem met die IP-adres en zo. Ja, god, je raakt gewend in denken in termen van slechte dingen. Ja. Ja, je wordt een beetje paranoïe van. Maar dit moet je dus niet doen, hè, want dan weten ze je wachtwoord. Kijk, dat doen we dus zo. Ja. DigiBewust was ook partner van de eerste Tech Talk, die doen het dus zo. Dus die stellen een aantal vragen erover. Hè. Hoeveel tekens bestaat jouw wachtwoord? Welke soort? Hoe lang is het? Dat soort dingen. Wat voor regeltjes hebben we nog meer? Ja, je kunt... Je kunt van alles bedenken. Je moet vooral zinnetjes maken. Je kunt tekentjes gebruiken, leestekentjes tussendoor. Nou ja, vooral geen woord uit het woordenboek natuurlijk. Geen bekende dingen. Hebben jullie deze posters gezien? Hè? Dat hangt nou overal in de stad. Ook op televisie zie je dat. Dus tijgertje. Deze mevrouw logde waarschijnlijk altijd in met tijgertje. Dat moet dan tegen worden of zoiets. Want dat zijn dan allemaal moeilijke tekentjes die de computers niet zo gauw raden. Want dat is dus wat er gebeurt. Hè? Er staan computers... Die staan continu te zoeken bij allerlei inlogschermen. En die gooien zoveel mogelijk wachtwoorden erin. Brute force noemen ze dat dan. En ja, na verloop van tijd is het raak. Ja, als je een oude computer hebt, duurt het wat langer. Als je dan een botnet hebt van verschillende computers, gaat het wat sneller. Maar een supercomputer, weer binnen 8 minuten alles. Dus het moet steeds moeilijker. Maar wat ik dan wel weer jammer vind van zo'n campagne is... Ik denk niet dat die mevrouw dit gaat onthouden. Tijgertje met al die rare tekens, toch? Ja, vaak genoeg gebruiken. Dus... Ik heb een aantal dingen bedacht om u een beetje te helpen. We kunnen natuurlijk zeuren hoe erg het wel niet allemaal is. Hier heb ik 2 wachtwoorden neergezet. Nou, die gaat u never nooit onthouden. Tenzij u aan het volgende zinnetje denkt. Mijn buurman heeft 3 huisdieren, 1 kat en 2 honden. Mnemonic phrase noemen ze dat. Dat is wel handig. Of deze. Die gebruik ik altijd op deze computer. Brenno is nummer 1 journalist van het jaar en hij is ook wel eens een beetje stout. Dus dat soort dingen kun je ook doen, hè? En dat vind ik jammer dat ze dat niet doen. Maar geef je ook dat soort tips? Als je iemand geholpen hebt, dat je zegt van, hey, volgende keer... Doe nou eens een fatsoenlijk wachtwoord. Ik geef meestal wel een link naar een filmpje waar dat soort dingen uitgelegd worden. Hoef ik niet aan mijn telefoon allemaal te doen. Nee, ik heb er nog eentje. Ja. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ja, ik heb gewoon mezelf wat bedacht, hè. En als jullie denken van, nou, je staat te lullen, moet ik gewoon zeggen. Wat hebben we hier? Ja, wat hebben we hier? Een boodschappenlijstje, zeker. Dat is helemaal niet interessant. Maar 3 kilogram peren voor Mark. Dat is dus mijn wachtwoord voor Facebook. Hè? Mark Zuckerberg, dat is het dingetje. Dus dan typ ik in 3 kilogram peren tussen haakjes voor Mark. Dat is een heel moeilijk wachtwoord, terwijl voor mij is het heel makkelijk te onthouden. En als ik het vergeet, haal ik gewoon even een briefje erbij. Ja, dus voor mijn Mac, voor deze, ja, dus 2 kilogram appels en dan ook nog met een 9 en een Z, een beetje moeilijker maken. Nou, waar zal de volgende, de boodschappen 5 zakken mail, waar zou die voor zijn, denkt u? Voor mijn e-mail, inderdaad. Ja, ja. En inderdaad, voor de bank is plus 1 nieuwe pas. Ja, zo kun je dat ook doen. Nou, doe dan een schepje bovenop.
Ik heb hier een boek, dat heb ik altijd bij me. Operatie Blauw van Bart de Koning. Kan u zeker aanraden, daar gaan we straks nog over praten. En er zit ook zo'n briefje in. En wat zou hier nou toch staan, wat denk je? Ja, dat zijn telefoonnummers, denkt u. Lijkt telefoonnummer van Mark, Steve en Bas. Nee hoor, het gaat om dit nummertje eigenlijk. Want nummer 13 is, en dan gaan we dus naar pagina 13 van Operatie Blauw. Aanhalingsteken openen, man krijgt knietje. En ik zet er nog wat hashtags tussen om het nog ietsje moeilijker te maken. En dat is dus deze pagina in dat boek. Nou, dat zijn wat geintjes om dit te onthouden. Ik weet niet, heeft iemand anders nog trucs? Want ja, al die, ja, u heeft ook nog een leuke? Nee, ik kan het vaak gebruiken. Een rekensommetje hoor. Een rekensommetje? Oh, dat u dat zo als rekensommetje opschrijft. Is dat een goeie? Oké. Goed. En onder welke inlognaam logt u meestal in? Nee hoor. Goed, dus we hebben dus een aantal trucjes van dat soort dingen. Heb jij er nog een paar? Nee, als je dat al doet, dan steek je dermate ver uit boven de rest dat we daar al echt dik tevreden mee zijn hoor. Dat, ja. Alleen slechte nieuws is, die computers worden steeds sneller, dus op een gegeven moment moet echt van wachtwoorden af. Dan gaan we dingen met pasjes en weet ik het wat allemaal doen. Om een stuk ingewikkelder. Hebben jullie in ieder geval weer een hoop werk te doen? Wij hoeven ons niet te vervelen. Hartstikke, nee. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Meldpunt Identiteitsfraude. Dames en heren, hartelijk applaus voor Michel Salvico. Goed.